Ja, want Marjolein Faber, de minister van Asiel en Migratie, is bij ons aangeschoven. En waar eerst Leenert zat, zit nu weer Mats Akkerman. Mats, ik geef jou het woord. Ja, elk interview begint en eindigt ze met: we krijgen het strengste asielbeleid ooit. Dus dat gaat ze ongetwijfeld zo meteen weer zeggen. En ze riep zelfs al een keer de asielcrisis uit, maar dat was iets te voorbarig. Want hoe? Dat gaat het kabinet nog onderzoeken. Want wat is eigenlijk de crisis als er geen natuurramp, pandemie of oorlog is? Nou, Dick Schoof die wist het nog niet helemaal. Misschien kan zij ons verlossen. Maar ook nog een probleem, krijgt ze wel de hele coalitie mee met dat plan. Want NSC is al langzaam aan het terugklabberen. Als de Raad van State negatief adviseert, ja, dan moet ze terug naar de tekentafel met haar plannen. Maar kan dat eigenlijk wel? Want als zelfs de asielplannen niet doorgaan, heeft dit kabinet dan nog wel bestaansrecht? Want al die andere PVV-standpunten die waren eigenlijk al in de prullenbak gegooid. Dus een zware taak voor asielminister Marjolein Faber, die nu bij ons is. Welkom, mevrouw Faber. Ja, goedemiddag. U noemde dit zelf de belangrijkste portefeuille van dit kabinet. Ja, dat vind ik natuurlijk nog steeds. En ja, ik ga het toch even noemen. Ik ga het strengste asielbeleid ooit natuurlijk uitvoeren. Hebben we dat goed voorspeld? Ja, kijk, u daagt me natuurlijk een beetje uit, dus daar ga ik gewoon op in. En ja, ik vind nog steeds dat de belangrijkste portefeuille is. We hebben dat ook gezien met de verkiezingen. De mensen zijn ook echt wel hiervoor naar de stembus gegaan. Want het was natuurlijk ook een heel belangrijk verkiezingsitem. En dat heeft zich natuurlijk ook geuit in de uitslag. En we zien dus gewoon in Nederland, ja, de mensen die zijn het ook gewoon zat. Die zien gewoon, er moet wat gebeuren. En ja, zoals u al weet, ik heb al eerder gezegd, maatschappelijk gezien hebben we gewoon een asielcrisis. We zien dat de systemen die lopen vast. De hele asielketen die zit vast. Ja, u zegt, we hebben maatschappelijk gezien een asielcrisis. Is dat iets anders dan juridisch, een asielcrisis? Ja, voor mij is het hetzelfde. Het is maar natuurlijk net hoe je hem aanvliegt. Ik kijk eerst van, wat gebeurt er in de maatschappij? Hoe ervaren de mensen dat? Die zien gewoon van, ja, het loopt allemaal vast, het zit allemaal niet lekker. We hebben geen huis, we hebben problemen met de zorg, met het onderwijs enzovoort. Kijk, en dan om dus echt die asielcrisis in de lucht te krijgen, moet je hem ook juridisch onderbouwen. En op het moment dat ik de asielcrisis ook juridisch uitroep, kijk, dan krijg ik gewoon ruimte qua wet en regelgeving om ook echt maatregelen te gaan nemen. En ook heel snel. En we leren u nu een beetje kennen. Want het is de eerste Prinsjesdag dat we u spreken als minister. Nog even over dat zinnetje wat Mats Akkerman net citeert. Het strengste asielbeleid ooit. U bent daar trots op, hè? En ik kan me voorstellen dat als PVV-minister vanuit uw partijideologie, dat u daar voor staat en dat u dat wil aanpakken als u dat nodig acht. Maar bent u ook trots dat u de eerste bent die dat strengste asielbeleid ooit kan afkondigen? Nou kijk, of ik nou als persoon de eerste ben, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Het gaat om het doel. En natuurlijk ben ik er trots op dat we het beleid gaan uitvoeren. Wie dat doet, dat maakt mij op zich niet uit. Ja, ik ben het nu toevallig geworden. Maar het gaat mij er gewoon om van, er moet gewoon een verandering komen. En de mensen willen dat ook. De mensen die snakken ernaar, die willen dat er wat gaat gebeuren. Ja, en ik sta er ook wel onbekend dat ik de problemen benoem. En ja, dat maakt wel eens wat los, maar dit is juist goed, want we moeten die discussie aangaan. Ja, en wanneer is dat strengste asielbeleid dan niet meer nodig? Op het moment dat we de migratie, of de asielmigratie, dat we daar grip op hebben. Want we zien dus nu, de instroom is te hoog. Er komen hier mensen naar binnen die gewoon uit veilige landen komen. Die gewoon de hele keten frustreren. We kijken bijvoorbeeld naar het stapelen van procedures. Dat moet gewoon stoppen. Ja. Want hierdoor zijn er dus mensen die ons echt nodig hebben. Die echt onze bescherming nodig hebben. Ja, die. Daar is dan haast geen ruimte meer voor. Maar het strengste ooit en grip krijgen, dat zijn toch vrij holle termen. De PVV-kiezer zal willen weten hoeveel minder en wanneer gaat dat lukken? Wanneer zien ze daar iets van? Ja. Nou, op het moment dat ik dus die juridische asielcrisis voor mekaar krijg, dan kan ik alle minuut dan gewoon maatregelen gaan nemen die in ieder geval de instroom gaan beperken. Daar moeten we gewoon gaan beginnen. En ik wil ook een soberder beleid. Ik wil ook de doorstroom gaan verbeteren. Want het hele proces stokt daar natuurlijk. Ja, maar het COA heeft de afgelopen jaren ook heel veel opvanglocaties gesloten. Dus het feit dat Ter Apel overloopt en overstroomt, dat heeft ook te maken met het sluiten van het, door het COA van eerdere opvanglocaties. Nou, daar ben ik niet helemaal met u eens. Want als ik bijvoorbeeld kijk welke mensen er nu bijvoorbeeld in de AZC zitten, dat zijn ook een heleboel statushouders. Ik meen dat er iets ongeveer van 24.000 statushouders die hangen nog als het ware in een AZC waar ze helemaal niet horen. Die horen door te stromen naar de gemeente. Maar de gemeente heeft ook geen huizen. En aan het eind van het jaar heb ik gewoon
tenminste is de verwachting dat ik 28.000 statushouders heb zitten in een AZC. Dus op het moment dat die er niet zouden zitten, zou ik ook gewoon meer ruimte hebben. Maar er zijn gewoon geen woningen. Die doorstroom is er niet. Daarom maar dat komt niet alleen door de asielzoekers, toch? Dat er geen woningen zijn. Dat klopt, maar het legt natuurlijk wel extra druk op de woningmarkt. Ja, wij willen het graag. Wij zijn bij BNR ook een zender van ondernemers. Dus wij willen het ook heel graag over arbeidsmigratie hebben. Dat is trouwens ook het overgrote deel van de migranten die Nederland binnenkomt. Er wordt in de troonrede en in de miljoenen nota gesproken over selectieve arbeidsmigratie. Hoe ziet dat er voor u uit? Nou, ten eerste, ik ga niet over de arbeidsmigratie. Staat wel op uw website. Ik ga nou, niet. Had u beter minister van Asiel kunnen heten. Ik ben ook de minister van Asiel en Migratie, dat geef ik toe. Maar ik zit niet op arbeidsmigratie. Dat zit bij de minister van Sociale Zaken. En volgens mij komt hij ook nog vandaag bij u langs. Of is hij, misschien is hij al geweest, dat weet ik allemaal niet. Nou, die komt ook. En ik stel voor aan u om die vraag bij hem te stellen. Want hij gaat over dat beleid. Ja, maar u heeft daar als PVV-minister vast ook ideeën over. Ik heb over een heleboel dingen ideeën, maar daar gaan we het ook vandaag niet over hebben. Nou ja, we willen u wel een beetje leren kennen. Ja, maar dat. Want dat heeft consequentie voor de economie van Nederland. Nogmaals, ik zit hier voor de asielmigratie. Nou, heeft u dan een idee over hoe u Ter Apel gaat oplossen? Want dat probleem is vrij urgent. En de burgemeester zegt dat u wegloopt van uw verantwoordelijkheid en het probleem niet aanpakt. Ja, nou, de woorden van de burgemeester die laat ik aan de burgemeester. Daar ga ik verder helemaal niet op in. Dat doet u niks. Ik zeg niet dat het me niks doet. Ik ga er nu niet op in. Wat ik wel wil zeggen is dat wij met man en macht eraan werken om het daar op te lossen. Want u moet zich voorstellen, zonder eens gewoon hele grote aantallen mensen staan voor de poort. Ja. En u zegt, wij gaan met man en macht aan het werk om dat op te lossen. Maar dat verwijt de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, u. Nee, ze laat ons, de bewoners van Ter Apel en de mensen die hier asiel komen aanvragen, in de kou staan. Want ze had dingen kunnen doen en ondernemen. Dat heeft ze niet gedaan. Hij noemt dat zelfs een schoffering van het lokaal bestuur. Nogmaals, de woorden van de burgemeester laat ik aan de burgemeester. Ik kijk wat wij zelf doen. En ik zie gewoon dat binnen het COA en binnen het ministerie wordt er met man en macht aangewerkt om de zaak op te lossen. Het is echt niet zo dat we op onze handen zitten. Nee, maar u heeft dat lokale bestuur heel erg nodig in uw portefeuille. Zeker. Hoe zijn die contacten? De contacten zijn, wat mij betreft, zijn die goed. En natuurlijk heb ik het lokale bestuur nodig, maar ze hebben ook mij nodig. We hebben elkaar allemaal nodig, want zo is onze samenleving ingericht. En wanneer trekt u de grens voor het inzetten van de spreidingswet? Is dat als Artsen zonder Grenzen weer naar Ter Apel moet komen? Gaat u het dan wel gebruiken? Of wanneer ik de spreidingswet ga inzetten? Nou, ik wil hem juist intrekken. En dat kan ook op het moment dat de instroom vermindert en de doorstroom, dat de statushouders uit de AZC zijn. Dan kan dat gewoon. Dan is het natuurlijk ook zo. We hebben in het hoofdlijnenakkoord staan dat we de spreidingswet gaan intrekken. Ik voer het hoofdlijnenakkoord uit. En ik ben niet zo van de dwang. Daar hou ik helemaal niet van. En kijk, als er gemeenten zijn die gewoon vrijwillig extra mensen willen opvangen, is het natuurlijk allemaal prima. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat we de spreidingswet gaan intrekken. En dat de instroom beperkt wordt en dat de doorstroom, dan heb ik het ook over mensen die geen recht meer hebben op verblijf in Nederland, dat die door de dienst terug en vertrek worden begeleid naar het land van herkomst. Wij hoorden vandaag de koning in zijn troonrede spreken. En hij zei heel veel, maar hij had het niet over er is een asielcrisis. Dat zei hij niet. Hoe luisterde u daarnaar? Want hij ervaart dus geen crisis. Nou, ik ga niet over dingen zeggen over de koning. Dat laat ik allemaal aan de koning. Wat hij zegt, ik was wel heel blij dat hij in ieder geval wel aandacht heeft geschonken aan de asielmigratie. En dat er wel natuurlijk zaken veranderd moeten worden. Daar was ik natuurlijk heel blij mee dat hij dat in ieder geval wel onderstreept. Ja, maar het kabinet gaat natuurlijk, die heeft ministeriële verantwoordelijkheid over de troonrede. Dus u gaat er in zekere zin ook over. Ja, zo zou je het kunnen opvatten. Maar nogmaals, ik ga hier niet het hebben over wat de koning wel of niet moet zeggen. Dat ga ik niet doen. Moet het hierbij laten. Mats, heb jij nog één prangende vraag? Nee, ik ben er doorheen. We moeten verder. Dank. Marjolein Faber, minister van Asiel en Migratie. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.